Hoi, in dit filmpje wil ik je iets vertellen van audiosignalen, clipping, te harde audiosignalen en te zachte audiosignalen. Je hoort mij nu praten en dat betekent dat de deeltjes voor mijn mond gaan op en neer, trillen zo, dat is geluid. In de wezen is er geen grens aan hoe ver die deeltjes kunnen trillen. Iedereen snapt hoe harder het geluid is, hoe verder de deeltjes trillen. Maar als ik echt hard ga praten, ik kan gaan schreeuwen. Er is in wezen geen grens aan hoe hard geluid kan zijn. En pas op hoor, de gehoordrempel voor een mens ligt bij 0 dB. En als wij een disco draaien, dan zal dat zeker 100 dB in de zaal zijn. En 100 decibel, dat is 10 bel. En betekent dat het geluid bij 100, de trillende deeltjes bij 100 decibel, een factor 1 met 10 nullen keer zoveel energie bevatten als bij de geluidsdrempel 0 dB. Dus een 1 is 10 miljard ben ik dan, geloof ik. Het probleem is natuurlijk, dat snapt iedereen, dat je wil je geluid weergeven, dan kun je nooit zo'n grote range, is niet haalbaar, vanaf 0 dB tot 100 dB. En daarom wordt geluid ook heel vaak, wordt compressie op toegepast. Dat wil zeggen, de zachte passages worden wat harder weergegeven en de luide passages wat zachter. Gebeurt vrijwel allebei, altijd, is een beetje zonde, want je wilt de dynamiek in het geluid. Het verschil tussen hard en zacht wil je eigenlijk handhaven. Maar het wordt meestal om reden dat het bijna technisch niet haalbaar is, niet gedaan. Ik laat je eerst eens even horen wat is het probleem aan de bovenkant. Je hoort nu mij praten en ik pak deze microfoon, ik neem op mijn Zoom opnameapparaat. En je hoort natuurlijk al, als ik dichterbij kom, nu is er nog niks aan de hand, want ik heb hier een lampje, een rood lampje, dat geeft clip, geeft je aan. Nou, je ziet nu gelijk wat verder praten en dan zie je meteen al een probleem. En nu ben ik aan het clippen, dat wil zeggen, de geluidsdeeltjes kunnen wel eens harder gaan, maar mijn elektronica van binnen kan het niet meer aan. Er worden daar bepaalde grenzen van hardheid overschreden, wat ik niet wil. Ik denk dat als ik het zo hard wil, dat ik begrijp dat clip is, clip moet mijn audio absoluut voorkomen. Want het is niet om... Sorry, het is niet om aan te horen. Ik hoop niet dat je nou al uitgeschakeld hebt. Goed, ik wil je op deze manier even laten zien. Wat gebeurt er nou precies als ik audio laat klippen? Ik maak een opname. Hier is hij dan. Je ziet, als ik zachtjes praat, dan heb je niet zo'n grote, heb je kleine uitreiking. Maar als ik wat harder praat, dan worden de grenzen al bereikt. Stel je voor, in een voorversterker, in een mixer of zo, is het maximum 1,0 staat hier 100%. En dat is dan plus 5 volt. En het minimum is min 5 volt. En in de elektronica moet het audiosignaal daartussenin blijven. Nou, dat gebeurt hier ook keurig. Ik heb een hoop headroom. Ik kan een stukje harder. Als ik even mijn mond hou. Dan zie je dat er steeds toch wat geluid is. En dat is waarschijnlijk de koelkast of wat dan ook. Mijn vrouw staat te kletsen of wat dan ook. En zelfs als alle omgevingsgeluiden weg zijn, dan zul je toch nog, als je dit gaat uitvergroten, zekere trilling zien. Want in elke microfoon en elke versterker trap wordt een zekere ruis geproduceerd. En het is van belang dat je audiosignaal niet te groot is, laat ik zo zien, maar ook zeker niet te klein. Want als het audiosignaal de grootte heeft van de ruis in je versterker of in je microfoon, en je gaat het daarna flink uitversterken, nou, dan kan je wel zien wat het gevolg is. Nou, een echte goede apparaten hebben een signaal-ruisafstand van 50 decibel. Dat wil zeggen, het signaal ideaal gezien zo'n 50 decibel harder moet zijn dan de ruis. En vooral dus ook niet te zacht. Ik ga nu wat harder praten en je ziet meteen wat het probleem is. Mijn signaal wil eigenlijk buiten de maximale grenzen gaan. Nog eventjes flink oversturen. Hè, klippen, dit dus, zoiets. Nou, dat zal bij jullie al te horen zijn, maar ik zal ook even laten zien wat het effect is. Ik zet de opname even stop. Ik ga de boel, waar is mijn vergrootglas? Oh, sorry. Ik even zo, hier is mijn vergrootglas. Ik ga zo'n signaal eens eventjes wat uitvergroten. Flink dus. Ik ga waar zit mijn slider? Ik ga hier even heen en weer. En hier bijvoorbeeld.
duidelijk geval van klippen. Nog even iets groter zetten. Nog wat groter. Hier is hij dan. Je ziet hier dat het signaal krijgt zo'n soort blokvorm. Nou, dat ga je echt horen in je audio. Als je dus over die grens heen gaat, dan krijgt het signaal hier van die platte kanten. Nou, niet om aan te horen. Dit mag absoluut niet gebeuren. Je moet zelfs altijd enige ruimte houden tot je maximum, omdat je niet wil dat het op deze manier gaat vervormen. Onze laatste tijd hebben we bij disco wat vermogen over. Dat betekent dat we deze grenzen niet bereiken met onze eindversterkers. Tenminste, dat hopen we. Je moet je wel voorstellen, onze eindversterkers is het maximale uitsturingsniveau van onze versterkers 80, 90 volt. Dus het maximum wat hij uit kan sturen is plus 90 volt als de luidspreker naar buiten komt. Min 90 volt als de luidspreker naar binnen gaat. Of andersom. Nou, ook daar, dus ook een eindversterker heeft zijn grenzen van hoe ver die uit kan sturen. Dan moet je dus eigenlijk een flink stuk vanaf, omdat de vervorming ook in een versterker dan behoorlijk zal toenemen. Ook al zit je niet op de grens, maar er tegenaan. Oké. Ja, vroeger was het apparaat om geluidstrillingen zichtbaar te maken, was een oscilloscoop. Nou, je ziet hier een. Ik wil het graag nog eens tevoorschijn halen. Ik heb ze bij natuurlijk in de zat staan. Je ziet een duidelijk geval van een klippen, want hier, dit was kennelijk het maximum wat een signaal kon hebben. Is niet best dus. Even kijken, hier nog een ander plaatje. Ik vermoed dat dit een eindversterker is. Nou ja, zeg maar met een maximum van 40 volt en een minimum van min 40 volt. Waarschijnlijk een huiskamerversterker van. Pakweg 2x30 watt, als we willen hebben. Het signaal wil eigenlijk veel groter zijn. Nou, wat zal er uit die versterker komen? Van die lelijke afgeplatte kanten, niet om aan te horen. Trouwens, als je zo hard speelt, dan zijn de buren al lang vertrokken. Maar als het dan ook nog vervormd is zoals hier, dan blijft het geen vrienden in buren. Hier nog eventjes een ander beeld, even stil hier, van een signaal. Maar het hier nog goed gaat en ik zou het volume hier wat opvoeren en ik krijg van die lelijke afgeplatte kanten. Nou, dit is ook in dit signaal hoor, heb je nog helemaal geen ruimte over om ietsje harder te gaan. Maar hier is het duidelijk helemaal mis. Een signaal wat klipt.